Gerald Roethoff is een gerenommeerde strafrechtadvocaat met zijn eigen firma in Amsterdam. Machteld Roethoff is een jongere zus, ook strafrechtadvocaat. Zij heeft ook haar eigen firma, in Arnhem. En daar is neefje Jamil net begonnen als advocaat. Ze werken intensief met elkaar samen. Zij zijn de verdedigers van verdachten van drugstransporten, vrouwenhandel, fraude, moord, doodslag en afrekeningen in het criminele circuit. Ook zijn zij strafpleiters van verdachten van kleine delicten met grote gevolgen. En weten bekende sporters en artiesten de weg naar deze verdedigers, firma Roethoff Advocaten, te vinden. Ik ben Mildred Roethoff, filmmaker, zus en tante. In deze zesdelige serie, De Verdedigers, dompel ik mezelf onder in hun wereld, waar niets is wat het lijkt. In de eerste brief, daar staat dan: 's morgens vroeg wachten bij de huisarts en elke patiënt die binnenkomt sla en hak ik dood met een bijl. Daarna ga ik naar het kinderdagverblijf en dan sla ik met die bijl heupen kapot, zodat zij niets meer van hun leven kunnen maken zoals mijn leven verwoest is. Dus jij gaat zeggen dat ze in de rechtszaal de waarheid moet vertellen, want anders gaan er doden vallen en dan het liefst kinderen. En ik waarschuw je, Paul, als je dat niet doet, dan gaan er doden vallen. Dat is korte samenvatting. Dit zijn de ernstige bedreigingen die de cliënt van Machteld in een brief verstuurde aan Paul Rozemuller en zijn partij GroenLinks. Mijn jongere zus voert de verdediging in deze lastige zaak. Machteld pleit voor vrijlating uit de gevangenis. Ik wil u toch ook aangeven dat ik dan in het allerbegin mijn cliënt regelmatig in de gevangenis heb bezocht. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen psychiater, maar je kan ook heel goed zien dat er sprake is van stabilisatie. Ik flipte nogal in die periode. Ik was gewoon heel erg overspannen die periode en zo. Dus als u het terug zou kunnen draaien, dan zou u het liever niet geschreven hebben? Dit zou ik niet geschreven hebben, nee. Kunt u zich voorstellen dat mensen hier enorm van schrikken en dan ook naar de politie gaan? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. De voormalig psychiater van de verdachte wilde hem in 2001 laten opnemen. Dat viel bij de verdachte in verkeerde aarde. Toen hij zijn psychiater en Paul Rozemuller in een talkshow op tv zag, veroorzaakte dat een kortsluiting in zijn hoofd. De relatie tussen mevrouw en GroenLinks hebt u gelegd doordat u in een bepaald programma Paul Rozemuller hebt gezien in gesprek met mevrouw Sterke en u daaruit afleidde dat zij een band met elkaar hebben. Ja. En weet u ook of dat in werkelijkheid zo is? Nee, dat weet ik niet. Dat weet u niet. Nee. Door psychiaters is er uitvoerig gesproken met de verdachte. De conclusie was dat het aan de ziekte van de verdachte zelf te wijten is dat hij is doorgeflipt en niet zozeer aan hemzelf. De rechter is het daarmee eens en de officier van justitie denkt er het haren van. Want als je brieven krijgt waarin gesproken wordt over geweldpleging, in welke richting dan ook, maar helemaal in de richting van huisartsenpraktijken, van kinderdagverblijven, van bejaarden die in verzorgingshuizen wonen, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Ik kan vandaag niet aan u vragen om een straf aan deze verdachte op te leggen voor feiten waar hij niet strafbaar voor kan worden gehouden. Wat ik wel zie, en dat is ook in de conclusies van de deskundige meegenomen, is dat zij ook beide zeggen dat het heel moeilijk is om in te schatten of de verdachte daadwerkelijk iets gedaan zou hebben. En in die zin maak ik me ook zorgen dat als deze verdachte zonder dat kader van een psychiatrisch ziekenhuis, dat hij toch weer in de situatie komt dat hij dit soort nare dingen doet en daarmee ook daad bij het woord gaat voeren. Ik begrijp dat de verdachte zegt: ik wil niet naar een kliniek, dan raak ik mijn woning kwijt. Dat zijn snelle stappen. Ik durf niet te zeggen dat het echt zo is. Ik zie geen andere optie. Het is in het belang van de maatschappij dat deze verdachte wordt geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis voor een duur van een jaar. Dank u wel. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgt deze zaak op de voet. Verdachten met een stoornis die misdrijven plegen komen steeds vaker voor. Dat leidt tot verschillende grote vragen. Is iemand te ontoerekeningsvatbaar of niet? Moet hij de bak in of juist behandeld worden in de kliniek? Lastige dilemma's bij de bepaling van de strafmaat. Als je zo'n zaak als vandaag ziet, dan zie je wel hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is.
voor de officier van justitie, de rechter en de advocaat. Precies, voor alle partijen die erbij betrokken zijn. En zelfs voor een verdachte zelf, omdat hij ja, ook van zichzelf natuurlijk niet helemaal kan inschatten wat hij gaat doen in de toekomst, hoe zijn stoornis zijn gedrag gaat beïnvloeden. Dus ja, om nou te bepalen of iemand gevaarlijk is of niet, dat is een heidens karwei. Maar uiteindelijk moet zo'n rechtbank wel beslissen. Het gebeurt met enige regelmaat. Als je hoort wat er allemaal ligt aan bewijs, dat je denkt, dat wordt een stevige straf. En dan komt de advocaat aan het woord. En dat kan het beeld zomaar 180 graden kantelen. Omdat een advocaat andere dingen uit het dossier plukt en presenteert. En laat zien van, ja, er is ook nog een andere kant aan deze zaak. Ik ben het niet eens met de officier. Er is in mijn beleving voldoende twijfel bij de vraag of de psychische problemen de gedragkeuze hebben beïnvloed, of dat er sprake was van buitenkomende factoren die zijn gedragskeuzes en gedragingen hebben beïnvloed. Ik hoor de officier zeggen, misschien zal hij dingen hebben gedaan als of misschien dit of misschien zus of misschien zo. En vervolgens zegt de officier, dus er is gevaar. U begrijpt dat ik die redenering zeker niet kan volgen. Door opname in het psychiatrisch ziekenhuis, nadien als hij dan naar buiten zou gaan, dat het juist instabiliteit zal veroorzaken. Want dan is hij zijn veilige haven kwijt. Dank, dat was het. In dit geval zou ik ervoor kiezen om hem een lage straf op te leggen. Maar dan wel een behandeling die hij kan volgen zodat hij in zijn huis kan blijven. Zeg maar in zijn gewone doen blijft zodat de kans dat die stoornis de overhand neemt zo klein mogelijk wordt. Iedereen in deze samenleving heeft recht op verdediging. Dat is het werk van een advocaat. Maar het is wel de bedoeling dat ze er gewoon een zo goed mogelijk resultaat uithalen voor hun cliënt. Gerald is druk met een grote cocaïnezaak waar ook andere advocaten aan werken. En ik ga mee naar de Amsterdamse rechtbank, waar deze zaak pro forma op zitting staat. Grappige telefoon is dit, nummer 98. Het heeft geen betekenis, zeg maar. Nee, maar dan zou er 100 op staan, voor 100%, en geen 98. Volgens de politie krijgen ze steeds vaker te maken met Albanese drugscriminelen in Amsterdam. Bij verschillende invallen zijn honderden kilo's drugs, wapens en miljoenen euro's in beslag genomen. Gerald verdedigt een Albanese verdachte die samen met twee andere mannen is aangehouden. Dit omdat een speciaal observatieteam het vermoeden had dat er een drugsdeal gaande was. De belangrijkste beschuldiging tegen de cliënt is het bezit van 27 kilogram, dat is 27 pakketten met cocaïne. In de afgelopen periode heb ik het Openbaar Ministerie stukken doen toekomen waar het bleek dat de cliënt niet in Nederland was toen de drugs werden aangetroffen. Ik heb stukken doen toekomen waaruit bleek dat cliënt in de eerste week van april in een hotel verbleef in Italië. Het komt er in het kort op neer dat in beslag genomen goederen onderzocht moeten worden en dat er een DNA-onderzoek moet plaatsvinden. En een cliënt zegt, oh, wordt er onderzocht? U gaat mijn DNA niet vinden, want ik heb niets aangeraakt. Dus de vraag is om te schorsen tot de dag van de inhoudelijke behandeling met betaling van een borgsom. Dank voor uw aandacht. Dank u zeer. De verdediging van meneer doet voorkomen alsof zij er van alles aan doen om de onschuld te bewijzen. Waarom heeft hij zich niet op 8 april, toen hij in Nederland kwam en wist dat zijn woning was doorzocht en wist dat de politie hem zocht, waarom heeft hij zich toen niet gemeld bij de politie? Ik verzet me tegen een schorsing. Dank u wel. Dank u wel. Voor meneer geldt dat de rechtbank wel ernstige bezwaren aanwezig had. Dat betekent dat u blijft vastzitten. Wij vinden dat het maatschappelijk belang zwaarder moet wegen dan uw persoonlijk belang. U mag beide weer mee met de pakketpolitie. Ik wil graag beroep instellen. Maar hoe spreek je dan in advocatentermen? Want nu heb je de zaak verloren. Zelf zeg ik, ik verlies nooit. Ik verlies alleen als ik fouten maak, steken laat vallen als ik iets niet goed doe, als ik iets vergeet naar voren te brengen. Dat ervaar ik als een verlies. Maar in de 20 jaar dat ik nu advocaat ben, kan ik zeggen dat ik dat in 19,5 jaar niet zo ervaren heb. Hoe komt dat zo is? Terecht dat je erom lacht, maar je weet dat ik dat al vanaf kleins af aan had, toch? Dus ja. Verliezen, dat bestaat niet voor mij. Ja, het is niet alleen maar winnen. Je verliest soms. Nee.
Ik vind het bijzonder hoe Gerald en Machteld, ondanks hun vaak lastige werk, positief midden in de samenleving blijven staan. Het is wrang dat die samenleving zich op alle niveaus soms ook tegen hen keert. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So putting it all off the papers, I'm not afraid. Ik geloof ieder woord, maar ik wil even de emotie meer koppelen aan het liedje. Mm-hmm. Dit gaat over, ik word niet gehoord. Mm-hmm. Ik word nooit gehoord en ik ben nu sterk genoeg om eindelijk mijn bek open te trekken. Mm-hmm. Dat is waar het liedje over gaat. Mm-hmm. Als het advocaat past soms ook wel bescheidenheid. Nee, dat, ik wil dat je nu even onbescheiden gehoord wordt. Oké, onbescheiden. Je bent tot nu toe nooit gehoord. Ik zal het anders zeggen, beschaafd. Dat is het betere woord. Oh ja. Beschaafd is oké. Ja. Maar ik wil dat je dat ook loslaat. Loslaten. Al die dunne laagjes vernis mogen weg. Je wil verdomme, gewoon met die woorden, je wil verdomme gewoon gehoord worden. I wanna sing, I wanna shout. Ik heb een cliënt gehad die ik heb geholpen op een gegeven moment. Vond ik het beter dus dat hij een andere advocaat ging zoeken. Deze man die is op een gegeven moment, die kon dat niet accepteren. En heeft echt gigantisch veel mailtjes gestuurd. Eigenlijk was dat een vorm van stalking. Ja, je komt het aan, ik zou wel willen zingen, ik zou willen schreeuwen. Ja. En die oh, dat is dat zingen en dat schreeuwen, want daar zit het in. Ik moet het benoemen, het is angst, of faalangst, of stress. Stress of een andere situatie. Een andere situatie. Ja. Het maakt niet uit hoe je het noemt, maar door die verandering moet jij ineens gaan schakelen. Mm-hmm. Dan kun je of die situatie veranderen, mm-hmm. of je kunt je lichaam voor de gek houden en je mm-hmm. geest. Kijk, het is niet leuk, stalking. Beïnvloedt dat jouw dagelijks leven of de manier waarop je nu zeg maar, naar het leven kijkt? Uiteindelijk niet. Nagedacht van oké, wil ik er wat mee, moet ik er wat mee, moet ik een aangifte doen tegen je eigen cliënt? Doe je dat ja of nee? Heb ik niet gedaan. Ja, je deed het zo goed dat je ervan schrok, dat je de zin daardoor miste. Dankjewel voor je les. Dankjewel, ik vond het super. Ik vond het echt super. Ik heb genoten. Ja. Het was even loslaten inderdaad. Ja. Maar dat heb je wel bij mij teweeg gebracht, zeg maar. Ik heb het benoemd en jij hebt het opgelost. Wat heel grappig is, wat ik nu dan zie gebeuren. Alfons, jij zegt dat tegen Machteld. Ja. En Machteld, jij gaat gelijk in de grote staan. In de verdediging. Ja, je gaat gelijk in de verdediging. Het is een natuurlijke manier van het verdedigen. Het zit ingebouwd, misschien wel. Maar je bent een verdediger. Ja, zeker. Dat doet 12 jaar advocatuur met me. Dat je dan toch inderdaad dan op dat moment ervoor staat. Als je dat moet uitleggen. Ja. Als je aan het zingen bent, Machteld, ben je niet in de verdediging. Je bent echt in de aanval. Geen stonden, ook Gerald heeft een uitlaatklep nodig en vindt die in het kickboksen. De talentvolle kickbokser Yusru Belgaru dwingt Gerald om iedere keer tot het uiterste te gaan. Je kan het zo zien, ik heb een ongeluk gehad. Een groot ongeluk, dat weet je, waarbij ik er bijna niet meer was. Dus je zou dat een tegenslag kunnen zien. Aan de andere kant, ik heb het overleefd. En ik ben er nog. En ik ben er geestelijk sterker uitgekomen. Heeft dat je leven veranderd? 100%. Wat dan? Aan de ene kant is het zo dat ik nu veel minder kan dan ik toen kon. Ik bedoel, toen kon ik bij wijze van spreken de marathon rennen. In de sportschool was ik de sterkste man van de sportschool. Dat ben ik nu niet meer. Ik doe mijn best om een beetje in shape te blijven. Om in conditie te blijven. Want ik heb geleerd dat alleen maar als je lichamelijk, als je goed in je vel zit, lichamelijk, je ook geestelijk kan presteren. Ik beweeg ook verplicht voor mezelf om de handicaps die ik heb, en die zijn er, om ervoor te zorgen dat ik ondanks die handicaps gewoon goed kan functioneren. Voor mij is het geen dieptepunt geweest, het is gewoon een nieuwe levensfase die toen aangebroken is, een tweede kant in het leven. Zo zie ik dat. Ik kan me goed voorstellen dat kickboksen lekker is om de stress van je af te laten glijden. Want strafrechtadvocaten staan vaak hevig onder druk. En je merkt dat op social media de kritiek op strafadvocaten enorm is. En dat er echt een ontstellende hoop bagger over ze wordt uitgestort. Omdat mensen niet begrijpen wat de functie van een advocaat is. Dus natuurlijk
krijg ik wel eens hele stomme brieven. Dreigbrieven, beledigende brieven, domme e-mails. Maar die gaan allemaal de prullenmand in. Het is jammer dat ik geen open haard heb, want anders zou ik die brieven kunnen gebruiken om de open haard aan te steken. Ik bedoel, niemand bedreigt me in mijn gezicht. Ik doe niets verkeerds. Je verdedigt de verdachte. En je bent niet een daad, een vermeende daad, aan het verdedigen. Dat is vaak, denk ik, toch wel ergens een bepaalde misvatting of zo. Het gebeurt wel eens dat je dan een cliënt hebt die wordt verdacht van een heftig strafbaar feit. En dan kan je er wel eens als advocaat op worden aangekeken. En dat het misschien wel eens voor het publiek erop lijkt van twee handen op één buik, maar zo is het niet. Het publiek denkt bij strafrechtelijke advocaten en bedreigingen vaak aan de boeven die de advocaten bedreigen. Maar ik heb één ding geleerd, als je netjes met mensen omgaat, en dat doe ik, geen irreële verwachtingen schept, dan zal geen enkel redelijke cliënt, en ik sta redelijke cliënten bij, je ooit bedreigen. Ik heb 2 keer een akkefietje gehad met een cliënt. Ik heb een cliënt gehad die op een gegeven moment begon te schelden, get me the fuck out of here. En nog meer, die heb ik gezegd, oké, weet je wat? Nou, ik heb op mijn manier te woord gestaan, ik kwam op neer, dat ik afscheid genomen heb. Dat is ook goed geweest, want diezelfde cliënt is toen veroordeeld. De zaak was gewoon keihard tegen hem. En die heeft toen een stoel gepakt, toen hij veroordeeld werd, en richting de rechter willen gooien. Geprobeerd het pistool van de pakketpolitie te pakken. Dat was iemand die in ieder geval niet helemaal spoorde, dus tijdig afstand genomen. Dat merk ik zowel bij Machteld als bij Gerald. Die hebben een rustige manier van optreden, heel beheerst, heel prettig, maar ondertussen inhoudelijk gewoon sterk. Mensen hebben dan snel de neiging om te zeggen van, in zo'n situatie beland ik zelf nooit. Nou, vergis je niet hoor. Er kan gewoon een verdenking op je vallen zonder dat je ergens iets mee te maken hebt. En dan heb je die advocaat hard nodig. En dan is er een cliënt die direct een advocaat nodig heeft en bij Jamil aanklopt. Kunt u mij eens vertellen wat er eigenlijk is gebeurd? Ik ben gewoon een dagje gaan stappen. En na het verlaten van de club stonden er groepjes agenten daar. En die begonnen gelijk op showdemieteren hier, of pakken jullie op. Op een gegeven moment bleef die agent dat herhalen. Toen zei hij tegen hem, weet je wat hij doet? Neemt hij mijn handen, boeit hij me maar, neemt hij me mee naar het bureau. En toen op een gegeven moment sprongen ze met z'n 4 of 5 op me. Dus toen ben ik vanzelfsprekend op mijn knieën gegaan. Toen ben ik gaan liggen op mijn buik. Eén agent had zijn hand op mijn nek, nekklem. Op een gegeven moment werd ik gewoon onverwachts op mijn achterdijbeen getrapt. Mijn been gelijk kapot. Er was geen reden dat ze mij moesten aanspreken van op sodemieter hier. Ik heb nu een ijzeren pen in mijn been. Ja. Ik ben niet met de ijzeren pen geboren, ik ben geen robocop. Ik ben nu gewoon invalide. Ik voetbal graag, ik ga graag naar de sportschool. Ik ben nu ook 12 kilo afgevallen. Ik werk gewoon nu als chefkok. Ik kan mijn werk nu niet gaan voldoen. Ik slaap niet, ik lig wakker van de pijn. Want ik kreeg gisteren ook al rillingen over mijn lichaam. Toen ik naar de zaak keek van Henriques, kreeg ik ook al rillingen. De agenten zijn niet schuldig verklaard. Is dit nou een gevalletje etnisch profileren, Jamil? Ik hou er niet zo van om direct een racismekaart te spelen. Maar goed, ik vraag me af of dit nou in een hele blanke villa-wijk zal gebeuren. Dat denk ik niet, nee. Het hoge beroep dat Gerald 3 maanden geleden indiende, had geen succes. Vandaag staat de zaak opnieuw op zitting. Gerald heeft de officier van justitie in de tussentijd bestookt met verzoeken tot extra speurwerk. Krijgt hij zijn cliënt vandaag wel vrij of moet hij nu vergoed de bak in voor het bezit van 27 kilo cocaïne en witwassen? Ik sta hier niet als een soort substituut officier van justitie. Niet mijn rol, ik ben daar. Er is uitdrukkelijk gevraagd, onderzoek die blokken met cocaïne op sporen van cliënt. En dat doe je niet als je boter op je hoofd hebt. Dan doe je dat niet, dan hou je je mond en dan hoop je dat het niet onderzocht wordt. Geen vingerafdrukken. En DNA niet aan de orde. Daarnaast heb ik pas gesproken over een weegschaal. Als we de CB te bekijken, en ook dat heeft natuurlijk gedaan, dan zie je dat het gaat om een keukenweegschaal. Ik denk, welke keuken is er geen keukenweegschaal? Als je die schaal bekijkt, een gewone ovenschaal waarin je, Suriname zou dat pom in bakken, maar je kan er van alles in bakken, taarten, noem maar op. Niets mis mee met die schaal. Dus om dan te zeggen, meneer, u beslist gaat over een schaal en een weegschaal, dus voorbereidingshandelingen, heel kort de bocht. En dan is de vraag inderdaad vandaag, hoeveel meer hebben we nog nodig? Hoeveel meer is er nog nodig om op een gegeven moment te zeggen dat er onvoldoende bezwaren zijn? Dan zeg ik, cliënt, in ieder geval, in vrijheid dient te worden gesteld. Het is zeer goed mogelijk dat meneer betrokken is gebleven bij de te lastleggen feiten, ondanks dat hij in Italië heeft gebleven.
Dat maakt dat ik zonder meer ernstige bezwaren voor het primair te lastgelegde en in ieder geval voor subsidiair te lastgelegde aanwezig acht. Meneer, wij zijn met uw advocaat eens dat er op dit moment eigenlijk geen sprake meer is van ernstige bezwaren voor de verdenkingen die voorliggen. En dat betekent dat de rechtbank de beslissing neemt dat uw voorlopige hechtenis heden dient te worden opgeheven. Goed, is het voor nu klaar? Dan mag u weer mee met de heren van de beveiliging. Hoe zie jij dat vandaag? En mag je wel van winst of verlies spreken als het gaat om wat er in de samenleving gebeurt? Het is zo dat dit een zaak is geweest die jij al even gevolgd hebt. Ik denk dat het een maand of drie geleden is geweest dat we ook hier stonden. Toen moest hij blijven. Ze zijn nog een beroep gaan aantekenen. Toen stelde ik me diezelfde vraag. En ik heb toen inderdaad gezegd van nee, verliezen, daar praat u niet over. En vandaag wil ik niet zeggen dat ik gewonnen heb. Ik wil zeggen dat het recht heeft gezegevierd. Er is eindelijk recht gesproken. De cliënt is vrij. In de zaak van Machteld heeft de rechtbank beslist dat de cliënt in een kliniek zal worden opgenomen om behandeld te worden aan zijn stoornissen. De cliënt is ontoerekeningsvatbaar verklaard en heeft daarom geen gevangenisstraf gekregen. Volgende week Machteld in gesprek met Boris Dietrich over homohaat. Dat transgender mensen slachtoffer zijn van bruut geweld. Er zou één keer per dag gemiddeld een verkrachting plaatsvinden. En hoe zit het precies met de homozaak waar heel Nederland over viel? Was er wel sprake van een betonschaar? Wat mijn cliënt zegt is, ik heb geslagen en ik had geen betonschaar.